Je hebt wel eens ouders die zeggen van ja, maar mijn kind moet toch gewoon naar mij luisteren. Als ouder ben ik de baas. Ja, als je het zo zegt, zeg, dat ben ik helemaal mee eens. In bepaalde situaties. Ja. En als ik bij, we doen veel sporten en we staan bij, pak het wintersport, en we staan bij een overtocht waar lawinegevaar is. Uh-huh. Dan moet hij echt even naar mij luisteren. Uh-huh. Ga ik niet geen lange discussies aan. Op het moment dat we op een terrasje zitten en het gaat over telefoongebruik en hij is 16, 17. Ja, moet ik dan nog helemaal... Nee, dan denk ik niet. En dat geldt ook als de kinderen kleiner zijn, dan zou hier een peuter rondlopen van 3, 4. En die trekt hij die vaas om, ja, dan gaat hij echt naar mij luisteren. Ja. En dan zei ik niet van, ja, gelijk. En, maar een volwassen zou die vaas ook niet omtrekken. Dus er zitten heel veel nuances in. En het is erg situatie afhankelijk, denk ik.